Nou, Auke Hoekstra, ik ben hier op het ogenblik in het Rotterdam, in het Brineoord-eiland, op weg naar de borrel die we als ver zometeen gaan hebben. En ja, en overal waar ik kijk ben jij in het nieuws. Wat heb je in godsnaam gedaan? Ah, die Vincent. Ik heb een rapportje geschreven waarin ik kort uiteenzet dat wat ik al jaren roep, dat het nog steeds klopt. Namelijk dat elektrische auto's veel minder CO2 uitstoten. Maar blijkbaar was het ineens nieuws. Ik wou dat zeggen, daar heb ik je geloof ik een aantal jaren geleden heb ik je daarover geïnterviewd. En nu zie ik het opeens op de NOS zie ik het staan. En ik zie het, bij verkeerslid, overal bij AD. En ja. Wat kwam ik nou bij LinkedIn tegen? Wie is die Herbert Dries? Wat is dat voor type? De grootste baas van Volkswagen. Ik word aangehaald door de grootste baas van Volkswagen die zegt, jongens, luister naar die man. Dat is prachtig. En ja. Nou ja, je hebt dus, ja, dus leuk dat je eventjes... jammer dat je niet bij de borrel bent, maar we hebben je ooit eens een keer de gouden stekker gegeven omdat je nuttige dingen doet. En eigenlijk vonden wij gewoon... Ik moet wel, hè, met die gouden stekker in mijn achterzak, moet ik wel doorgaan. Dan moet je wel, ja, maar je had eigenlijk ook even bij de borrel moeten komen. Maar geef niet, maar even, jij zegt dus al gewoon... Nu in Duitsland hebben ze ontdekt wat jij al jaren zegt. Nou, laten we daar eens eventjes over praten. Want... Ja, als je het hebt over... De aanleiding was dat de Brune in Duitsland zei van die discussie bij ons. In Duitsland gaat helemaal de verkeerde kant op. Al die ontkenners die krijgen elke keer heel veel ruimte. En we hebben niet goed op een rijtje gezet dat het echt veel beter is, die elektrische auto. Kan jij alsjeblieft al die rapporten die je in het verleden hebt gemaakt eens een keer goed op een rijtje zetten. En dan een paar Duitse automerken ook erin noemen enzovoorts. En al die debunks die je gedaan hebt de afgelopen jaren op een rijtje zetten. Dan vertalen wij dat naar het Duits en dan sturen wij dat naar allerlei pers toe. Nou, ja. Zo echt zo gedaan. En dat zijn de Grünen waarvan? Die zaten in het Bundesparlement of in een staat? Of waar zaten die? Ja, dat is gewoon, net zoals bij ons heb je ook de Groenen, zou ik maar zeggen, die heb je daar ook. Dat zijn natuurlijk heel andere mensen, maar gewoon een politieke partij in het parlement. En die zeiden van, ja, wij willen wel dat jij zo'n rapportje maakt. Ja, dat is goed. Oké. Dus, en is dit politieke vrijwilligheid of heb je echt gewoon geld gekregen voor de eerste keer voor het debunken van informatie? Voor de eerste keer heb ik nou een beetje geld gekregen, maar Het is niet veel. Top, nee, maar ik vind het juist, je hebt al zo lang, we zijn je allemaal gewend dat je al die eindeloze tweets doet met 20 tweets over dat er weer een of ander dom artikel is, dat eigenlijk gewoon dieselauto's veel en veel milieuvriendelijker zijn dan EV's. En dat je wel 700.000 kilometer, geloof ik, dat was een Belgische professor. Precies. Dat je 700.000 kilometer moest rijden voordat je effectiever was dan een diesel. Oké. Dus geef ons dat even. Ik moet wel zeggen, Vincent, dit is de eerste keer dat zo'n rapportje echt zo'n impact heeft. Dus dat is echt leuk. Ja, dat je hebt bijna gewoon plezier van je werk. Gewoon, je hebt genoegen. Ik heb altijd plezier van mijn werk. Ja, nou ja, we hebben je ooit een keer een gouden stekker gegeven als ver voor deze activiteiten die je doet. Dat je nuttige informatie geeft. Toen hadden we ook waterstof, had je hetzelfde gedaan. Maar vertel even, als je hebt over die vergelijkingen, waarom het eigenlijk een ramp is, een elektrische auto voor het milieu. Dat gaat altijd over dezelfde dingen. Wat zijn die dingen? Ja, nou, het grootste verschil eigenlijk tussen nu en de meeste studies die ik ontkracht, dus tussen mijn studie en de meeste studies die ik ontkracht, is dat de productie van de batterij, die wordt elk jaar gewoon, heeft die minder impact op het milieu. Gewoon elk jaar als die fabrieken opschalen, als er weer wat minder stoffen nodig zijn in die batterij, wordt dat weer gewoon een veel beter plaatje. Dus bijvoorbeeld, om het een voorbeeld te noemen, er is één studie, de IVL-studie van 2 jaar geleden, die is geüpdate vorig jaar. En in één keer was de uitstoot was de helft. Dus dat is een gigantisch verschil. Ja. Het tweede wat ik heb gemerkt, wat heel veel mensen fout doen, maar wat nu eindelijk goed begint te komen, ook in de Europese Unie begint het nu goed te doen, is dat we niet meer automatisch vanuit gaan dat die batterijen en die auto's na 150.000 kilometer bij de sloper aangeland zijn. Ja. Maar dat in Europa over het algemeen 225.000 tot 275.000, dus zeg gemiddeld genomen 250.000 kilometer gereden wordt met die dingen. Ja. En dan zeggen ze nog dat het weer dat productie als het ware wat minder impact heeft op je per kilometer. Ja, en dat eigenlijk de batterij overleeft de auto altijd. Dat is waar we nu aan bezig zijn. Dus in het verleden was dat niet zo, maar dat is absoluut wat nu aan het gebeuren is. Oké, dus dat is twee. Wat is de derde? De derde is dat je de metingen van hoeveel die dingen in de praktijk gebruiken door elkaar haalt met de metingen wat ze volgens de folder gebruiken.
En volgens de volgers zijn ze allemaal hartstikke zuinig. En is er weinig te halen bij al die diesel- en benzineauto's. Maar als je dan werkelijke tests doet, of bijvoorbeeld wat ik heel vaak doe, is de testen van de Amerikanen gebruiken. De EPA in Amerika. Die klopt wel een beetje met de werkelijkheid. Dus dat is ook een hele, hele belangrijke. Nou, even kijken. Een belangrijke is de stroommix. De stroommix, Auker. Ja, precies. De stroommix, ja. Ja, en wat ik daarbij doe, en dat is volgens sommige mensen omstreden, maar als je doorpraat, zijn de meeste mensen toch mee eens. Ik zeg van, als je auto over 15 jaar naar de sloper gaat, dan, of 20 jaar, weet ik veel, dan rijdt hij op veel schonere stroom dan nu. Dat is gewoon een continu proces. Is al 30 jaar heel voorspelbaar ook weer bezig. Het is gewoon niet eerlijk om te veronderstellen dat die stroom absoluut niet schoner wordt tijdens het levensduur van de auto. Okay, dus maar dat is nog een kleiner effect, moet ik zeggen. Ja, het belangrijkste is eigenlijk gewoon dat je dat je juist de batterij input neemt. En dat je juist de lengte neemt van hoe lang ze meegaan. Ja, en dan in plaats van 700.000 kilometer, hoeveel moet ik dan rijden in mijn elektrische auto voordat ik zuiniger ben dan een diesel? Hangt een beetje vanaf welke je vergelijkt, maar ik zeg het allemaal in 30.000 kilometer. Het kan iets minder zijn, kan iets meer zijn. Ja, en als ik met mijn Tesla rijd en met mijn Tesla, want ik heb een 100 kilowattuur accu. Nou, dat hangt dus heel erg vanaf waar je het mee vergelijkt. Als je anders een Range Rover had gekocht of een andere hele grote auto, dan gaat het heel hard. En als jij die Tesla Model X rijdt in plaats van een Volkswagen Polo, dan duurt het wel wat langer. Oké, dankjewel Auke. Echt gewoon leuk dat je dit nu al, weet ik veel wat, 5 jaar doet. En dat iedereen die een Twitter account heeft en jou volgt, dat hij dat al lang weet. En dat de Duitsers het nu weten. En dat omdat de Duitsers het nu belangrijk vinden, de NOS er voor de eerste keer hier in Nederland en het AD allemaal erover gaan rapporteren. Nou, grappig, hier maar. Je moet eerst beroemd worden in het buitenland voordat jij beroemd wordt in Nederland, Auke. Wij hebben je al lang erkend met de gouden stekker. En dan weten we dat we het op de juiste plek hebben gedaan. Dankjewel. Dankjewel, Vincent. Ik moet even stoppen met recorden. Hoe doe ik dat ook alweer? Waar is die? Oh, hier is die.